Hoi, leuk te kijken in deze video. Ik ben Marilisa en ik ga jullie meenemen wat ik allemaal aan boodschappen heb gekocht deze week en wat we daarvan gaan maken. Ik heb hier voor een hele week boodschappen gehaald en ik heb sinds lange tijd weer nu al alle maaltijden tot en met volgende week uitgepland. Dus mijn ontbijt, mijn snack, mijn lunch, avondeten. In ieder geval voor mezelf helemaal rond. Normaal deed ik eigenlijk alleen maar het avondeten uitplannen en dan keek ik gedurende de week wel hoe ik een beetje aan de macro's kon komen. Maar we gaan echt even weer op een strak schema. Dus ik ga het allemaal laten zien. Ik zet ook eventjes onder in de beschrijving sowieso wat we iedere avond gaan eten. En een aantal receptjes die ik dan herhaal voor ontbijt en lunch. En als snackopties. En dat deed ik vroeger ook altijd. Dus misschien vind je dat handig om inspiratie op te doen wat je allemaal kan eten deze week. Het is weer verdeeld in avondeten, brood, spul, snacks, noem het maar op. Als ik het allemaal kan plaatsen, zal ik erbij vertellen wat ik ermee ga maken. En anders moet je even in de omschrijving kijken. Vind je deze video leuk van deze video? Een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan gaan we beginnen. Dit is alles wat ik heb gehaald deze week bij de Jumbo. Het was €137,35. En ik heb 6 van die flessen ingeleverd. Dus dat ging er dan nog vanaf. Dan heb je een beetje een idee. Dit is echt voor precies 7 dagen. Wat we vanavond gaan eten, dat is nog van de boodschappen van vorige keer. We eten vanavond de garnalenrisotto. Dus die hoef ik niet te noemen, dus het is echt voor de aankomende 7. Zo moet ik het uitleggen. Omdat het nu nog, het is nu net 12 uur geweest. We gaan zo deze broodjes opeten. Ik dacht, neem ik gelijk lekker broodje tussen de middag. 2 croissantjes en 4 keizerbolletjes. Want we zijn met z'n tweeën. En het waren nu 4 keizerbolletjes voor €1. Anders had ik misschien maar 2 gedaan. Ach, ja. Ik kwam bijna op hetzelfde neer. We eten een keertje kip met spersiebonen en aardappelkroketjes. Dit eten we als we met 4 kinderen en 2 volwassenen zijn. Dus dan ga ik al deze kipvlees ga ik gewoon kruiden. En op deze manier bakken. Dan hebben we gewoon allemaal een soort van stukje filet. Met aspergeboontjes en aardappelkroketjes heb ik nog in de vriezer liggen. We eten een keertje nasi goreng. Ik heb nog rijst liggen. De Chinese roerbakmix was weer 2 voor 3,50. De kruiden en kipsatéstokjes. Speaks for itself. Ik heb ook nog kroepen liggen. Want ik had vorige keer 3 zakken voor. Zoveel euro. Was zo'n actie en ik heb nog 1 zakje liggen. En wat gekookte eitjes erbij. Of roereitjes bij een rijst. Een behoorlijk maaltje. We eten een keertje pulled pork broodjes. Was een recept die ik op de Jumbo heb gevonden. Zal ik onderin linken. Dus ik heb het varkensvlees. En dan de broodjes die ik even kan afbakken. En er zit een heel iets bij. Ik geloof ook augurkjes en zo. Maar dus in principe een main ingredient. We eten een keertje maaltijdpita's met garnalen. Dus ik heb ook maaltijdpita's. Paprika gaat erin. Tzatziki heb je daarvoor nodig. En garnaaltjes. Dat is dan voor volgende week. Zondag. Dus dit kan allemaal. Dan is dan voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Het heet geloof ik officieel pittige garnalen. Maar ik ga er geen pittige dingen in doen. Want we eten dit met kinderen. We eten een keertje filetlapjes met broccoli en krieltjes. Hier moest ik even voor nadenken. Want ik had gepland dat we kalkoenfilet gingen eten, maar dat hadden ze dus niet bij de Jumbo. Dus het is broccoli geworden. We hebben best een grote portie, omdat we dit morgen eten en de dag daarna heb ik een avonddienst. Dan kan ik het nog een beetje meenemen. Dan neem ik gewoon een filetlapje in stukjes mee met wat broccoli. En dan heb ik dat wat ik dan eventjes tussendoor kan eten als ik pauze heb. Dan hebben we 1 melk, omdat ik niet meer precies wist hoeveel pakken we hadden. En dat had ik ook niet gecontroleerd voordat ik wegging. Dus 1 extra pak melk. Deze vinden de kinderen heel lekker. Ik krijg ze maar heel klein beetje van. Maar ze vinden het lekker, denk ik. Het is anders als siroop of water of weet ik veel wat. Dan de Crystal Clear weer, gewoon 4 pakken. Ik heb er nu maar 1 neergezet, omdat mijn aardig vol ligt. Maar ik heb wel de sixpack gehaald hiervan. Dat beviel heel goed. Dan hebben we worteltjes, 2 zakjes, want dat was ook een deal mee. Ik weet niet precies. Komkommers, bosui en tomaten. En dat heb ik allemaal nodig voor mijn broodjes. Ik ga een aantal keer vanochtend een broodje eten met rosbief. Die ligt hier dan al. En wortel en komkommer en allerlei toetsen en belletjes. Ik zal het linkje onderin zetten hoe het precies heet. Want dat weet ik eigenlijk niet precies. Roomboter voor iedereen op zijn brood. IJsbergsalade. Ik ga een aantal keer ook salade erbij tussenmiddag. Of ik geloof ook, als ik kinderen friet gaan eten, dan eet ik wel de snacks mee, maar de friet niet. Dan eet ik er een salade bij, dus ik kan een salade maken met tomaat, met komkommer, met een stukje paprika, met een beetje van die worteltjes. Dat soort dingetjes. Cottage cheese, feta, ricotta, mozzarella. Dit was de kies en mix 3 voor €5. Dus ik heb ei-bacon salade en filet-americain met ui en de filet-americain
met ui, maar dan ook met een heleboel andere dingen erbij. Een ei. Dus die kunnen we ook op ons brood eten. De rosbief is dan inderdaad voor bij de broodjes. Ik denk dat ik de broodjes gewoon in de vriezer doe en dat ik ze de dag van tevoren uithaal, dat ze dan langer vers blijven. We hebben weer kruidige boterhamworst en overgebakken grillworst met kaas op brood. En ik heb ook een aantal dingetjes waar ik geitenkaas voor nodig heb. Dus ik heb een pakje geitenkaas. De linzen en maiswafels. Er worden een aantal tussendoortjes met kipfilet en pesto. En kipfilet heb ik nog in de koelkast liggen en pesto heb ik nog in de koelkast liggen. En ik heb nog een half pakje, denk ik, van die. Maar ik dacht, het was niet genoeg voor de hele week. Dan brood voor de kinderen. Magere kwark, omdat bijna iedere avond nu een smoothie op het menu staat met fruit. Dat komen we zo. Dus ik geloof dat ik in totaal 750 gram nodig heb. En dit is een liter, dus helemaal goed. Voor één receptje heb ik ook een klein beetje yoghurt nodig, 110 milliliter. En dit is 500, dus kan Brock misschien ook nog een schaaltje doen. We hebben weer een blok kaas voor het brood. We hebben augurken, ik geloof dat die en bij de broodjes moeten en bij de pulled pork. En een aantal keer nodig. Tomaatjes, want die vindt iedereen lekker om te snacken. Ook makkelijk van die salade. Allemaal goed, lekker gezond. Banaantjes, peertjes, appeltjes. Ik heb nog druiven. Ik heb nog meloen. Ik heb nog... druivenmeloen. Nectarines heb ik ook nog. Nee, ik had nog iets. Citroentjes heb ik voor een aantal receptjes nodig. Misschien nemen we mee. Dit was ook een aanbieding. Dat was... nee, de party mix. Dus party packs. Ik heb even twee pakken chips gehaald. Een schaaltje van kunnen nemen eventueel. Ik helaas niet, maar ja. Gaan we ons best voor doen om dat zo te doen. Wat koekjes voor die kinderen. Deze vinden ze heel lekker. Ik heb deze nu weer een keer meegenomen. En omdat ze eigenlijk best wel gemakkelijk tussendoor, ook als ze gewoon thuis zijn, zo'n zakje pakken. Dacht ik, ga ik deze ook in een koekjestrommel doen. En dan zeggen dat als ze gewoon een koekje willen als ze thuis zijn, dat ze zoiets kunnen pakken. Dat ze die echt bewaren voor school en voor als we onderweg zijn. Dan koekjes voor de volwassenen. Again, dat wordt denk ik vooral voor Pascal. Want echt veel ruimte in mijn maagdoos heb ik niet meer. Dan hebben we frambozen bevroren. Wel, die zijn bevroren. En ik heb een aantal keer avocado's nodig. En ik vind het nadeel met verse avocado's dat je soms niet goed kan zien of ze vers zijn, of ze rijp zijn of niet. En dat ze ook heel snel niet, weet je, overrijp zijn. Ik wou zeggen niet rijp meer. Maar... dus ik denk, dan haal ik gewoon wat hiervan uit en dan kan je dat ook trakken. En dan is het ook lekker. En een extra doos met eieren, want die gaan ook heel hard. Zeker nu allebei de kinderen de eieren lekker vinden. En dat was het alweer. Zoals je ziet was het weer een heel gesjouw met de boodschappen. Maar hier kunnen we echt ruim een week mee vooruit. Dus ik ben helemaal weer blij dat we zijn voorzien. Zoals alles zet ik in de beschrijving het weekmenu. En ik zal nu ook een aantal van de ontbijt- en snackdingetjes, opties die ik heb voor aankomende week onderin neerzetten. En eventueel de linkjes naar de receptjes toe. Vind je dit soort video's heel leuk? Van deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!